Dinsdagavond werd de ZLM Tour 2011 gepresenteerd in het Holland Inn Hotel in Wemeldingen. Een van de genodigden was José de Kouwer. De huidige wielercommentator benadrukte nog maar eens het belang van deze wielerwedstrijd voor jonge renners. Nee, het is een wedstrijd die enorm veel belang heeft voor de jongeren. Het is een, zoals je zelf zegt, beneden de 23 jaar. Het zijn nationale ploegen, dus het feit dat al in nationale ploeg zit is al enorm belangrijk. De enige Zeeuwse deelnemer aan het fietsevenement is Brian van Goetem uit Sluiskil, die voor het eerst voor een Nederlandse ploeg uit zal komen. Ik weet totaal niet waar ik sta. Ik weet dat ik goed op dreef ben nationaal, maar wat dat internationaal betekent, dat durf ik niet te zeggen. Ja, het zal een zeer lastige wedstrijd worden waarschijnlijk, met de vele wind, open stukken hier in het Zeeuwse land. Het zijn van de weinige kansen die de jongeren krijgen op dat niveau en die moeten ze echt met beide handen grijpen. De start van de ZLM Tour is zaterdag 16 april om 12:30 op de Grote Markt in Goes.